Dus dit is hem, de Razer Kraken V3X. Vroeger heb ik altijd al een Razer Kraken headset gehad. Nou gebruik ik het nu niet meer, maar vroeger was ik er echt helemaal weg van. En ik dacht van, toen ik zag dat ze deze gaming headset uitbracht, ik dacht van, nou, ik zal hem eens even vragen of ik eentje mag ontvangen en even weer de nostalgie van vroeger weer kan herbeleven. En zien of het nog steeds comfortabel is zoals dat ik vroeger het vond. Dus weet je, let's go! Dus, als eerst qua looks. Kun je gewoon zien dat hij helemaal volledig mat zwart is afgewerkt. Qua bouwkwaliteit zit het best wel keurig in elkaar. Dan kan gewoon een beetje flexen, een beetje draaien en dat soort dingen zonder dat iets ook maar breekt. En dat is gewoon hartstikke keurig. Hij is super licht van gewicht. Wat dus hartstikke fijn is voor je lange gaming sessies. Want je merkt bijna gewoon niet dat hij erop zit. Je voelt geen druk op je hoofd of wat dan ook. Het zit gewoon super comfortabel. Het enige wat ik dan wel jammer vind is dat de oorschelpen niet naar links en rechts kunnen kantelen. En dat vind ik eigenlijk wel het meest kwalijke dingetje aan deze gaming headset. Dus boven en onder doet hij wel. Maar links en rechts, dat wordt er gewoon niet. Dan moet je echt de plastic buigen en dat vindt de plastic natuurlijk niet leuk. Oftewel, dat wordt er gewoon niet. En wat je dan merkt is dat je hem op je hoofd zet, dat je een beetje een ruimte onder je oren een beetje overlaat. Hij sluit dus niet perfect aan op je oren. En dat heeft wel een nadeel. Razer zit echt helemaal te promoten van, ja, deze gaming headset heeft geweldige bas. Maar je merkt er gewoon helemaal niks van, omdat het gewoon niet goed aansluit op je hoofd. Waardoor het eigenlijk gewoon geluid uit je oorschelpen lekt. En dat je dan uiteindelijk het geluid niet meer zo vol van bas meer hoort dat je eigenlijk zou moeten. Want als ik bijvoorbeeld nu de koptelefoon op doe en even luister en het oorschelpen echt tegen mijn hoofd aandrukt, dat het echt compleet afsluit overal, dan hoor ik wel een lekkere bas, maar die kan ik gewoon helaas nu niet ervaren. Dus dat is dus het nadeel van dat ze niet goed aansluit aan je hoofd. Voor de rest heb je nog metertjes aan de zijkant om te zien hoe ver jij je koptelefoon hebt afgesteld, wat hartstikke fijn is. Dat is super fijn om het even af te stellen, zodat je wel gelijkmatig aan beide kanten hebt. De Razer logo is RGB verlicht. Je hebt hier een microfoon die je gewoon kan draaien hoe je maar wil. Alleen, ik herinner dit van de originele Razer Kraken, dat jij de microfoon erin kon schuiven. Dus ik helemaal proberen. Ja, het wil niet. En toen kwam ik achter, het kan ook niet. Waarbij de eerste versie van de Kraken dat wel kon, wat ik echt super fijn vond, kan deze dus dat niet. En dat vind ik gewoon jammer. Dat had er eigenlijk voor mij part wel eigenlijk gemoeten. Voor de rest heb je nog op de achterkant een dempknop en een volumewiel. En als je de dempknop indrukt, dan zie je dat groene lijntje niet meer. En als je hem eruit zet, dus als hij geactiveerd is, zie je een groen lijntje van hé, hij is geactiveerd. Dus op die manier weet je of hij nou aanstaat of niet. En dan, ja, qua comfort heb ik het eigenlijk al gezegd. De oorschelpen, het is een beetje een vreemde combo. Althans, dit is de eerste keer dat ik het echt zie. Want de zijkanten van de oorschelpen zijn gemaakt van leer. Waarbij de kanten wat op je hoofd leunt, van een soort van stofje gemaakt is. Ik weet niet. Ik vind het een beetje vreemd aanvoelen. Ik weet niet. Ik denk dat ik toch liever volledig leer had gehad. Ik zit er niet zo heel mee. Dat is een persoonlijke kwestie natuurlijk, maar ik ben niet helemaal weg van. Nu komen we voor het deel van geluidskwaliteit. Ik heb een beetje verwachting van hoe Razer waarschijnlijk zijn geluidskwaliteit aanpakt op deze koptelefoon. Alle producten van Razer die geluid produceren, heb ik wel gemerkt. Ze proberen de low-end voornamelijk te benadrukken. Dus waarschijnlijk dacht ik van, deze koptelefoon zal dat ook doen. Ja, dat klopt. De low-end wordt echt ontzettend veel benadrukt. Wat dus betekent dat je low of dat je highs en mids toch niet zo lekker helder klinken. En dat het voornamelijk dus echt moet gaan om de lage tonen. Natuurlijk zegt Razer, deze koptelefoon heeft fantastische bas en je voelt al trillen, weet ik veel wat. En wauw, fantastisch. Maar ja, daar kwam ik net zoals bij het vorige puntje. De koptelefoon sluit nou niet goed af, waardoor die bas dus ook weggaat. Dus uiteindelijk, wat heb je dan? Nou, je hebt eigenlijk gewoon helemaal niks. Het is gewoon net niks.
persoonlijk zou ik dit niet willen gebruiken. En ik weet zeker, er zijn betere alternatieven. Mijn vriendin heeft een SteelSeries koptelefoon. Arctis 1, meende ik. Een koptelefoon van €160. En die heeft toch wel veel helder geluid dan deze Razer koptelefoon. Dus ze kunnen zeker wel voor deze prijs veel beter doen. Dus dit is de geluidskwaliteit van de Razer Kraken V3X. Over het algemeen is de geluidskwaliteit op zich keurig. Voor het budget dan. Alhoewel het niet echt het meest heldere geluid ooit is. Maar gelukkig krijg je tenminste als je hiermee praat over Discord geen bloedende oren van. Wat altijd een goed teken is. Alleen het blijft natuurlijk een gaming headset. En over het algemeen klinken gaming headsets dan niet zo heel fantastisch. Blokkeert het heel veel geluid van de omgeving? Ik zal nu eens eventjes een test doen om te kijken of hij daadwerkelijk goed de omgeving een beetje wegtikt van mijn toetsenbord. Dus ik heb hier een Corsair RGB, Scion Switches, dus let's go. Dus dit is als ik ga typen, en dan moet ik ook heel overdreven typen, zo typ ik trouwens ook nooit. Dus gewoon vaak, hallo, ik ben Sander de Kiviet en dit is een geluidsopname. En volgens mij filtert hij dat op zich best wel keurig. En ik heb ook natuurlijk niet de meest luide toetsenbord ooit. Dus ja. Dus, de Razer Kraken V3X. Vind ik het nou een aanrader of niet? Moet jij deze kopen voor €80 of gewoon simpelweg vermijden? Om heel eerlijk te zijn, vind ik hem gewoon niet... Ik kan niet aanraden. Nee. Ik heb eigenlijk niet zoveel goeds hierover te zeggen. Naast dat de bouwkwaliteit wel goed is. Dat is echt goed. Leuke lichtjes, I guess. Dat is dat dan wat hij goed is. En hij is licht. Dus voor lange game sessies kun je hem gewoon lekker lang op hebben. Wat fijn is. Alleen, ik vind het materiaalkeuze gewoon wat vreemd op oorschelpen. Ik had toch liever gewoon of alles leeg gehad. Of wel een ander soort stofje. Ik vind het gewoon een beetje vreemd aanvoelen. Niet persoonlijk mijn stijl. De oorschelpen kunnen ook niet draaien. Wat wel echt irritant is. Want nu lekt er dus geluid uit. De oorschelpen die niet goed aansluit. Deze koptelefoon heeft heel veel emphasis dus op de low end. Waardoor dus de mids en highs niet zo lekker helder klinken. Als dat ze zouden moeten. Microfoonkwaliteit mocht van mij... Ja, weet je. Ik ben er niet zo... Je kan horen wat er gezegd wordt. Maar ik ben er niet zo heel erg van te spreken. Ja, de knopjes op de achterkant vind ik fijn, I guess. Dat is nog fijn. Maar ja, Nee. Koop deze maar niet. Koop toch echt maar een andere. Ja, laat het daar maar bij houden. Als je deze video trouwens handig, hulpzaam en wat dan ook vindt, zou ik zeggen, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer als je meer wil zien. En ik zie je allemaal weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.